Liekeurge speelde dit weekend twee thuiswedstrijden. Zaterdagavond tegen Rivium Rotterdam en gistermiddag het restant van de eerder stilgelegde wedstrijd tegen Lang Henkel Volley uit Doetinchem. Bij winst tegen Rotterdam en minimaal één setwinst tegen Doetinchem eindigt de ploeg van trainer Zootsma als eerste in de reguliere competitie. Een unieke prestatie, want nooit eerder in de geschiedenis van de Groninger Volleybalvereniging heeft Liekeurges het reguliere deel van de competitie afgesloten met de eerste plaats. Maar daarvoor moet dus eerst gewonnen worden van Rotterdam. En Liekeurges begint uitstekend aan de wedstrijd. De Groningers nemen al snel een voorsprong van 6 punten. Hier maakt Peter Barla er 7-1 van. Voor de Rotterdammers staat er eigenlijk niets meer op het spel. Zij worden hoe dan ook derde in de competitie. Toch doet Rotterdam zeker mee, want lange tijd gaat het gelijk op. Al zijn ze hier kansloos op de harde smash van Willem Maarten Heijns, 15-12. Rotterdam heeft een goede passer-loper in het team, Edson Felicissimo. Hij zorgt hier fraai voor 20-20. Maar ook Liekeurges heeft een goede speler rondlopen op die positie, namelijk Peter Barla. Hij zet de thuisploeg weer op voorsprong. Dan Rotterdam met de service, terwijl Liekeurges inmiddels op setpoint staat. De jonge Michael Parkinson slaat tegen het net en dus wint Liekeurges de eerste set met 25-22. In de tweede set gaat Liekeurges door en neemt het opnieuw via Peter Barla een voorsprong van 4 punten. Het staat dan 10-6. En Rotterdam baalt. Trainer Albert Christina is niet tevreden en vraagt een time-out aan. Trainer Zootsma kan uiteraard wel tevreden zijn. Liekeurges lijkt opnieuw onverslaanbaar, tot genoegen van het publiek. En het publiek ziet hier dat Heijns het verschil vergroot tot 8 punten. Liekeurges komt niet meer in de problemen en Tommy Pestolesi zorgt voor de 25-14 setwinst en de 2-0 voorsprong. In de derde set laat Rotterdam zien dat het niet voor niets als derde gaat eindigen in de competitie. Het spel gaat lange tijd gelijk op en dat resulteert in soms prachtige rallies. Felicissimo maakt het uiteindelijk af. Liekeurges heeft het even moeilijk en de derde set gaat met 21-25 naar de bezoekers. Rotterdam komt steeds beter in de wedstrijd en neemt in de vierde set een 9-12 voorsprong. Maar Liekeurges knokt zich terug. Fabian Dosset met de service voor Rotterdam. De bal wordt opgevangen en Heijns zet Liekeurges weer op voorsprong, 16-15. Liekeurges loopt vervolgens uit en Heijns is opnieuw belangrijk voor zijn team, door hier zelfs voor matchpoint te zorgen. Het matchpoint wordt in eerste instantie niet gepakt, maar even daarna. Heijns wederom en het laatste punt van de wedstrijd, 25-21 en de 17e competitieoverwinning voor de Groningers. We hebben helaas geen beelden van de wedstrijd van gisteren tegen Doetinchem. Maar ook die werd met 3-1 gewonnen door Liekeurges. En dat betekent dat de ploeg als eerste eindigt in de reguliere competitie. Zondagavond begint Liekeurges de kwartfinales met een thuiswedstrijd tegen Prins VCV uit Veenendaal. De nummer 8 van de competitie. En aanstaande woensdag speelt Liekeurges de uitwedstrijd tegen Dynamo in de halve finale van de Nederlandse Volleybalbeker.